En leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe video. Ik ben Alice en vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn haar krul met de Tyson. Ik heb de Airwrap Multistyler in de kleur Fuchsia van de Tyson. Ik gebruik dit denk ik nu al echt een half jaar en ik ben er echt super blij mee. Doet wat het moet doen en zorgt ervoor dat mijn haar mooi gekruld wordt, mooi gefeund wordt. Dus ik ben er absoluut heel erg blij mee. Zoals je kan zien is het een beetje pluizig mijn haar. Wat ik eigenlijk altijd doe is dat ik het heel even ga uitborstelen. En als jullie denken waarom kijk je steeds die kant op, dat komt omdat daar de grote spiegel staat. En dat het voor mij even makkelijker is om te kijken of ik het goed doe. Dus ik ga dit eventjes uitborstelen. Zodat het oké is. Maar dit is eigenlijk wel gewoon goed. Wat ik dan eigenlijk altijd doe is, ik pak eigenlijk altijd één kant. Ga ik als eerste deze even krullen. Eigenlijk doe ik deze kant dan altijd gewoon in een soort van zijstaartje. Dat het gewoon even net wat makkelijker is dan dat het allemaal zo los hangt. Met de Dyson werkt veel fijner als je het zeg maar met handdoek droog haar doet. Dus ongeveer 80% droog, nog een beetje vochtig. Dan werkt hij eigenlijk gewoon het beste. Droger werkt hij ook, maar ja, je kan beter gewoon eventjes wat nat maken. Ik gebruik gewoon een simpele haarspray waarmee ik mijn haar eventjes nat maak. Of in ieder geval genoeg vochtig. Dan kam ik het altijd nog eventjes door. Dan om het een beetje ervoor te zorgen dat het niet zo heel erg gaat pluizen, heb ik de Olaplex nummer 6. Dan smoothen. Ik hoop dat je het zo kunnen zien. Dit zorgt er eigenlijk voor. Dit is een Leave-In Rip Raven Styling Cream. Reduce Frizz, Moisturizes en Protects. Dus het is, de Dyson gaat niet. Ja, het beschadigt je haar in principe niet. Ik vind het altijd fijn om toch iets van een hittebestendigheid erin te doen. Niet te veel, want dit is best wel een redelijk een redelijk dik product. Ik doe het altijd een beetje in de punten, doe ik het en dan hier en dan daarna ga ik eigenlijk mijn haar altijd een beetje verdelen in secties. Voor eigenlijk gewoon zoals ik het zelf wil verdelen. Ik hoop dat het blijft zitten. Ik begin eigenlijk altijd een beetje met de onderste plukken en dan verdeel ik het gewoon in zulke soort plukjes. Niet te dik, ook niet te dun. Wat ik dan altijd doe is dat ik er toch even met de kam doorheen ga. Ik hou mijn haar eigenlijk altijd zeg maar een beetje in het midden, hou ik het vast. Dit kan best wel een beetje geluid veroorzaken, dus en dan, ik gebruik hem zelf altijd op de hoogste stand. En ook op de hoogste hitte heb ik hem altijd. Dat werkt voor mij haar het beste. Maar ja, je kan natuurlijk zelf kijken wat je voor jezelf fijner vindt. Dit laat ik dan ongeveer 12 seconden zitten. En dan doe ik altijd nog ongeveer 10 seconden de cold shot. Dat zorgt ervoor dat je haar afkoelt als het ware. Nou, dan trek ik hem er eigenlijk gewoon zo uit. Kijk.
Dit is gewoon een mooie krul. Wat ik bij mij wel merk is dat het wat sneller uit kan zakken als ik er daarna niet iets van de versteviging of haarlook in doe. Dus ik gebruik deze van Wellaflex. Ik had hier het een beetje kunnen zien. De Power Hold Mega Strong Hold. Nou ja, dat vind ik altijd wel fijn. Dan wijp ik het naar achter, want ik ga er voor de rest ga ik er niet meer aan zitten. Nou, dan is het eigenlijk hoe ik het elke pluk zo verder. En bij mij blijft, als ik zeg maar, blijven de krullen echt altijd wel 3 tot 4 dagen erin zitten. Niet de volledige krul, maar wel gewoon dat je echt een hele mooie, natuurlijke. Nou, en ook dit haal ik dan weer naar achter. Dan ga ik eigenlijk nu gewoon steeds een pluk pakken. Of in ieder geval een gedeelte van het haar ga ik dan nu gewoon steeds pakken. En dan werk ik eigenlijk gewoon totdat de ene kant helemaal klaar is. En dan ga ik met de andere kant eigenlijk verder. Dat is eigenlijk een beetje hoe ik het altijd standaard doe. Dus ik zal dit stukje even doorspoelen totdat deze kant klaar is. Omdat het eigenlijk meer van hetzelfde is. En als het een beetje saai en lang, denk ik. Zoals je kan zien ben ik nu klaar helemaal met deze kant. Het ziet er, ik weet het, extreem uit. Wat ik dan nu eigenlijk altijd doe is dat ik gewoon zo'n speldje weer pak. En dan gooi ik het allemaal weer naar achter. En dan wil ik het eigenlijk gewoon allemaal even achter mijn oor hebben. Kijk, en dan klik ik het zo weg. En laat ik dit zo zitten. Ga ik nu eigenlijk aan de andere kant beginnen. Ik doe hier meestal altijd ongeveer 20 minuutjes over. Ik heb best. Ik had langer haar, maar dat heb ik laten knippen voor de bruiloft. Ik doe er gewoon 20 minuutjes over of een kwartiertje. Het is eigenlijk net hoe netjes ik het wil hebben. Maak ik het weer even snel. Borstel ik het weer even door, zodat het allemaal lekker smooth is. Ik merk wel dat dit niet de meest fijne haarlook is met sprayen, want ik merk dat ik hier een heel plakkerig plekje heb. Maar goed. Dus als jullie tips hebben voor een mega fijne haarlook die niet plakt, please let me know.
wederom weer de nummer 6 van Olaplex. Ik gebruik alles tegenwoordig van Olaplex. No spon. Oké, nou. That should do it. Wederom, ik borstel het uit. Je hoeft dat niet per se te doen. Ik vind het zelf wel gewoon altijd fijner om het uit te borstelen. Maar ja, het is een beetje wat je zelf wilt. Wederom, ik doe het weer naar achter. Als die wil. Ik wil natuurlijk niet dat ik plukken pak. Oh ja, dat vergeet ik nog. Toch al. De Dyson Airwave heeft twee kanten. Dus je hebt een kant voor deze kant. En ik haal hem er nu af. Dat doe je heel makkelijk met dit dingetje hier. En je hebt één voor de andere kant. Wat super handig is. Ik zou hem bijna inderdaad gewoon vergeten. Handige ik. Ja, en eigenlijk is het gewoon net als de andere kant. Ik pak gewoon weer willekeurige plukjes. Niet te veel, niet te groot. En dan... wederom naar achteren gooien. Nou ja, naar achteren gooien. Ja, you know what I mean. Soms ben ik wel gewoon lui en dan denk ik, nou, ik maak wel gewoon van één dikke pluk, maak ik, hou ik gewoon één pluk. Maar ja, soms dan merk ik dat hij het dan niet helemaal makkelijker omheen krijgt. Dus ik moet gewoon altijd wel gewoon losse plukjes doen. Ik doe niet altijd gelijke haarlokken in, soms dan... Wat jullie me net zagen doen is dat ik zeg maar de pluk eromheen wikkel. En dat ik hem dan van zeg maar naar voor naar achter beweeg. Dat doe ik eigenlijk als ik zeg maar een klein plukje heb. Dus niet wat een heel lang plukje is zoals zeg maar deze. Dan haal ik het gewoon steeds een paar keer omhoog en omlaag. Daarmee defineer je zeg maar de krul. Maak je hem eventjes net wat steviger. Dus met sommige plukken wil ik dat doen. Niet met alle plukken. Ja, het ligt er maar net aan hoe ik vind dat de pluk valt. Of dat ik inderdaad denk van, goh, dit kan wel een beetje meer een grotere pluk krijgen. Nou. Ik ga hem eventjes heel charmant zo boven mijn hoofd doen. Ik merk dat het alle kanten opvliegt. Niet zo heel erg, maar... Ja, niet heel handig. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hebben jullie ook de Dyson Airwrap? Of hebben jullie de Corolla Styler? Of gebruiken jullie iets anders wat jullie zelf heel fijn vinden voor jullie haar? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nou, dan zijn we bijna alweer bij de laatste plukken gekomen. Ik hoef per se deze niet opzij te halen, maar ik doe het toch. Ik
Kijk, en dit is nou zo'n pluk waarbij ik denk van, I'm too lazy. Dus dan doe ik gewoon deze pluk. Kijk, hij kan het makkelijk aan. Dus dat is het inderdaad gewoon niet. En als je denkt van, goh, ik vind hem wel iets te heftig, kan je altijd een beetje met je vingers erdoorheen. Meestal laat ik het gewoon, ja, voor wat het is. Ik kan het erna eigenlijk vrijwel altijd uitdoen, maar ik laat het niet zo zitten. Zou een beetje gek zijn. Meestal wat je ook kan doen als je iets meer volume wil creëren, is dat ik hem soms meestal tot aan boven het hoofd breng. En dan kan je af en toe een beetje omhoog en omlaag bewegen met de barrel. Om dan hier een beetje het volume te creëren als je vindt dat het iets te plat is naar je zin. Dat kan altijd. Nou, dan is het in principe klaar. Maar wat ik net al zei. Kijk, ik ga het niet zo laten zitten. Dus ik wil er altijd eventjes met mijn vingers doorheen. Een beetje gewoon, ja. Een beetje uitborstelen. Sommigen vinden het heel fijn om te werken met hun hand. Ik vind het zelf fijn gewoon om mijn borstel te gebruiken. Om het allemaal, ja, eigenlijk uit te kammen. Niet natuurlijk te hard borstelen, anders borstel je het er natuurlijk allemaal uit en dat is zonde van je harde werk. Een beetje de harde gedeelte van haar haal ik er eigenlijk altijd uit, maar dan zit het eigenlijk wel gewoon zo. Ik ga er nu geen haarlok meer in doen, omdat ik denk van ja, ik vind het niet nodig en ja, ik vind het eigenlijk gewoon wel goed zitten. Wat ik dan altijd nog wil doen is iets van een olietje erin doen. Dit is van het merk Kizu. Ik gebruik al echt een hele lange tijd. Dit is de Honey Infused Hair Olie, 100 ml. Niet te veel druppeltjes doe ik ervan. Meestal doe ik er 1 of 2 druppeltjes van voor in de punten. Het ziet er een beetje, ik weet niet of je het kan zien, maar echt een beetje, ja, olieachtig. Dan verwarm ik het een beetje in mijn handen en dan ga ik het eigenlijk gewoon uiteindelijke look. Ik hoop dat je het een leuke video vond en mocht je tips hebben voor een volgende video of dat je zegt van nou, ik wil dat wel eens zien, laat het vooral weten in de reacties hieronder en ik zie je de volgende keer. Doei!